het wordt Red Velvet koek, maar het is niet heel red. En daarna moeten ze in de... Over. 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 Dus... Onze kerstboom ligt in de tuin. Waarom doe ik dit? Waarom? Ik vind mezelf echt op mijn hol gewoon. Ja, dit is veel te veel. Oh, dit haat ik echt als de huis niet troep is. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik heb nog steeds vakantie. Al wel ben ik nu wel aan het leren. Maar ik heb gelukkig nog wel een weekje vakantie. Ja, vanavond ga ik met die meiden lekker eten. Ik had even vanochtend zelfbrenner opgedaan. Nou ja, deze Color Star. En ik zie ook dat heel veel mensen altijd gewoon in een dagcreme en zo doen. Maar ik doe het altijd gewoon in één keer op mijn gezicht. Ik lijk echt vet oranje, ook door die zelfbrenner die ik vandaag heb opgedaan. Maar ik heb Jordi zijn trui aan. Kijk, de kerstboom is weg. En het voelt nu echt vet kaal. Mama zit wel nog helemaal in die kerststemming. Met de kersthoornsie. Goedemorgen jongens. Het is 11:15. Dus ik ga nu douchen. Weet je, in een vakantie moet je ook lekker uitslapen. Hey. Ik heb gedoucht en mijn haar gewassen. Fucking kut, want ik heb mijn haar gewassen. Maar nu weet ik dat het vandaag de hele dag kut gaat zitten. Want dat heb ik altijd als ik de ochtend was. Maar goed. Ik heb deze trui aan van de Costas. Ik heb deze echt al best wel lang, maar goed. Deze broek is van de Subdued. En mijn Dunks. Ik ben met Fien en Lois. Yes. En we zijn, hoe heet het weer? Red Velvet koekjes aan het maken. Op onze eigen, ja, we hebben niet echt een goed recept. Jawel, een TikTok recept. Dus we hopen dat het lekker is. Ik heb het nog nooit gemaakt, maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Dit was step one. Het wordt Red Velvet koek, maar het is niet heel red. Ja, we hebben er geen kleurstof bij gedaan, want dat vinden we gewoon onzin. Wat een geldverspilling. Nou ja, dat is gewoon geldverspilling, want nu smaakt het hetzelfde. Maar ja, het is niet rood. Ze staan in de vriezer. Als mooie bolla. Even voor een half uurtje. En daarna moeten ze in de... Over. Over. Over? Ja. Over? Wat zeg jij? Oké, we gaan heel graag. Niet helemaal lekker. Ik had van hapje genomen. Nou, meid en mama komen zo pas thuis. Dus ik moet zelf het eten maken. Het is van HelloFresh. Dus. Onze kerstboom ligt in de tuin. Ik ga naar de kruidvat, want ik ga allemaal krulspullen kopen, want ik heb op TikTok gezien met een meisje die precies een beetje hetzelfde haar heeft als ik, dat zij allemaal krulspullen ging kopen en dat ze toen krullen ging maken. Jas aan, trui aan, broek aan, van mijn eigen wintercollectie. Ik ben in de kruidvat en ik ga even krul. Moes of zo wil ik eigenlijk. Iets van Happy Curls gel spray, Happy Curls cream. Ja, kijk, zoiets moet ik gewoon allemaal kopen. Dus ik ga even kijken. Ik ben terug van de kruidvat. Even een kleine showvlog wat ik allemaal heb gekocht. Als eerste heb ik een... dit is een crème. Ik heb twee soorten crèmes gekocht. Nou, dat is wel lekker. André Lon Perfecte Krul crème. Krulmoes gekocht, gewoon van André Lon. Geen idee, stond op krulmoes, dus ik dacht, prima. Dan heb ik een normale shampoo dan, maar ik heb wel een krul conditioner. Ik heb hier ook nog een krulcreme. En op die video op TikTok deed dat meisje dus met een zweep, zeg maar zo, haar, toen het nat was, zo erin en dan telkens zo.
Dus dat ga ik ook gewoon gebruiken. En een föhn heb ik dan nodig, want dan ga ik het zo droog maken, zeg maar. Oh, dit gaat nooit goed, jongen. Oké, ik heb het nu nat gemaakt. Ik ga nu de shampoo erin doen. Waarom, dit is zo... Waarom doe ik dit? Waarom? Oké, nou, en nu ga ik het uitspoelen. Oké, na de shampoo doe ik even de conditioner erin. Dat is dus die krulcare. Oké, dan moet ik dus krulcreme en dan moet ik dus even een bak pakken en daar moet ik het de hele tijd in scrunchen. Ik doe gewoon deze. Geen idee of dit ook veel of weinig is. Ik vind mezelf echt op mijn hol gewoon. What the fuck? Waarom doe ik dit? En dan gewoon de hele tijd blijven scrunchen. Nou, het ziet er al best een beetje krullerig uit, alleen het is nu nog nat. Oké, krulmoes. Geen idee hoe ik dit moet doen. Oh, dit is ook echt best wel heel veel. Ik weet echt niet wat ik allemaal aan het doen ben. Maar dit is veel te veel. En nu moet ik het dus met die zweep gaan veunen. Oké, en nu dus met die zweep. Zo. Ik heb het dus geveund. En ik ga nu gewoon even wachten tot het een beetje is opgedroogd. Misschien ga ik het straks nog even verder veunen, want ik heb het nu al echt even geveund. A few moments later. Oké. Ik ben er nou wel even genoeg geweest met dat geveun de hele tijd. Mijn god. Ik weet echt niet wat ik ermee aan moet, want ik durf het echt niet te kammen. Want dan kam ik denk ik gewoon al die krullen er weer uit. Cool, hè? Ja. Alleen... ik denk dat als ik het straks uit kan, dat het er wel gelijk eruit is. Ik weet niet hoe dat werkt helemaal, maar ik vind het wel mooi hoor. Lijkt me alsof ik vet veel haar heb of zo. Dit is dus het eindresultaat. Ja. Ik heb gewoon... het lijkt wel alsof ik ineens heel veel haar heb of zo. En ik denk als ik het in één keer uit kan, dat het dan weer allemaal eruit is. Maar goed. Oké, wil je het zien? Maar ik vind het ook wel heel leuk. Ja, maar... oh mijn god. Het is echt wel heel... alleen bovenop zit een beetje wild. Maar... ja, maar ik durf het dus niet echt te kammen. Want ik ben bang nee, dat ik het dan eruit kan. Beetje, eigenlijk moet je even een rechte scheiding. Dat het iets platter is. Ja. Wat heb je er allemaal in gedaan, joh? Ik moest eerst de shampoo. Het is super vet dan nu. Oh, en maar daarna. Besef hoe leuk! En daarna een hele mousse en crème. En maar je hebt ik heb het krul, toch? Je weet toch zo'n zeef van de keuken? Daarmee heb ik het zo de hele tijd gedaan. En dan feunen. Dus zo. En dan feunen. Mom, het is wel echt mooie beachy hair hoor. Hoor? Hoor? Ik heb nu dus dit aan. Dit shirtje met deze broek. Alleen, ik heb echt een koude buik. Want het is echt koud buiten, maar. Ook al is het winter, ik draag gewoon altijd van die korte shirtjes. Ik weet niet. Goedemorgen jongens, het is vandaag vrijdag. En ik ben aan het leren. En ik heb vanmiddag een shoot voor Vincino. Voor iets superleuks. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar we moeten pas om 5 uur er zijn. En het is een uur rij ongeveer. Dus we gaan 4 uur weg. Maar ik heb er echt mega veel zin in. Maar daar kan ik dus nog niet zo heel veel over zeggen. Maar eerst ga ik dus even woordjes leren. Ik ben klaar met shooten. Ik heb nep wimpers op ook. Ik ga die eraf halen. Hup, dat is 1. Auw, wat is dat pijn. Ik ben thuis, ik heb mijn haar gewassen en een licht en een verschoond bed. Nou echt, vertel me iets beters dan dit gewoon. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. Ik heb echt
vet slecht geslapen vannacht. Maar dat maakt niet uit. Ik ga straks een video opnemen met Muiten. Dus ik heb dit aan. Deze trui, die heb ik echt serieus heel lang. En het is ook een maat 12. Dus ik weet niet waarom ik dit pas, maar ik pas hem easy. Maar hij is van H&M. Van de kinderlijn nog volgens mij. Deze broek is van Naked X Nina Houston. Die heb ik gisteren binnengekregen. Hele mooie leren broek. Nou, ik en Maite hebben net een mukbang gefilmd. En ik zit niet normaal vol. Echt. Ik kan op dit moment gewoon niks meer bij. Het is ook echt schijnt weer bij te hebben. We moeten nu weer vanaf Rotterdam een uur terugrijden. Dus dat gaan we maar snel doen. We zijn alleen maar aan het rijden voor deze video. En het is ook weer bijna etenstijd. Terwijl ik heb net pas ontbeten. Good morning. Het is zondag vandaag. Oh, dit haat ik echt als het huis een troep is. Jordi heeft hier gisteren gezeten met zijn vrienden, maar... ik ga denk eerst even stofzuigen, want anders ga ik hier echt niet lopen, gewoon. Ik heb trouwens ook de trainingspak aan die ik dus nu nieuw heb van Naked. En ik wil dus, want ik heb gewoon geen idee wat ik kan eten. We hebben gewoon niks in huis, echt letterlijk niks. Maar ik zag wel in de vriezer dit. Dit is het. Jalapeno's, garnalen. Dus ik heb geen idee hoe ik dat moet maken. Maar volgens mij gewoon in de pan. Nou, ik ben het aan het maken. Het gaat best goed. Lekker, lekker ontbijtje. Eventjes lekker boodschappen doen. Even besteld. Dat. Met. Een hamburger. Yeah.